Service Club Kota Suriname heeft in samenwerking met Assuria Verzekeringen een concert georganiseerd voor senioren burgers. Dit in het kader van het 20-jarig bestaan van de Service Club. Tijdens het concert dat vanmorgen is gehouden in de Grote Stadskerk bracht Denise Janna eerbetoon aan Mahalia Jackson. En dan hebben we het over de vrouw voor wie we hier vanochtend zijn gekomen. Het is deze vrouw, Mahalia Jackson. Ze was een van de grootste gospelzangeressen ooit. Ze zong gospelmuziek. Ze zong over haar geloof. Ze zong over haar vertrouwen in de Heer. En ze deelde dat graag met de hele wereld. Ze geloofde in de kracht van het gebed. En daar gaat het volgende lied over. Ik heb het antwoord gevonden. Na beji, min beji, min fomi ano beji. Daar geloofde ze in en daar zong ze over. I found the answer. I learned to pray. With faith to guide me. Dit project staat bekend als de Kerkentour Suriname voor seniorenburgers. Het doel van deze activiteit is dat de senioren kunnen ontspannen, dansen, zingen en genieten. Ouderen uit de huizen, maar ook van daarbuiten, waren uitgenodigd voor het concert. Volgens Janna is het project een idee van Ricardo Tuinvoort, die in Nederland woont. En hier zit een meneer in het midden. Meneer Ricardo Tuinvoort van TRC Promotions. Hij filmt jullie applaus. Ricardo Tuinvoort is de man die in Nederland met dit idee kwam om dit concert tot stand te brengen. Om dit project te doen. Hij belde me en hij zei, Denise, dit jaar, dat was oktober vorig jaar zou dat zijn, is Mahalia Jackson's 105e geboortedag. Hoe doen we ze aan iemand? En zo is het idee ontstaan. En dan zijn we dus hier naartoe gevlogen naar Opolaje voor SLM. En dan hebben we ook hulp gekregen van de Nederlandse ambassade. Want zo'n concert kost natuurlijk ook geld. En ze hebben ons echt flink geholpen hoor. Want jullie hebben geen enkele kaartverkoop bij de deur gezien, toch? Maar dat is ook omdat jullie allemaal, u allemaal, maar mij heeft nog goed opgezet, eigenlijk moet ik zeggen u. Omdat u allemaal heel bijzondere mensen bent. Onze senioren burgers. Ja, applaus voor uzelf. Jazzzangeres Denise Janna vanmorgen in de Grote Stadskerk tijdens het concert van Kota Suriname ten behoeve van senioren burgers. Elk jaar organiseert Kota Suriname een leuke activiteit voor de seniorenburgers.